Daar ligt Velde, zeg je als je in Grubbevorst aan de Maas staat. En daar aan de Veldense oever beweegt zich wat. Dankjewel jongens. Ja, beginnen. Prins Daan den Ierste met gevolg en al het veer op. Vastelovensvereniging De Wuilenzoetvelde zet koers naar Grubbevorst. Voor even, want er is genoeg te doen in eigen dorp. Aan de overkant in Grubbevorst, zeg je, als je in Velde aan de Maas staat, is het nog rustig. Onderwijl de Wuilers de overtocht zo plezierig mogelijk laat verlopen, is het wachten op gekke maandagsvereniging de Plaggenhouwers. Want zonder prins Peter den Ierste uit Grubbevorst heeft het natuurlijk geen zin om de Maas over te steken. Eens in de vier jaar valt de gekke maandag in Velde en Grubbevorst samen. Maar vandaag wordt geschiedenis geschreven. Dit is de eerste keer dat er gezamenlijk gevierd wordt op het trouwe veerpont tussen beide dorpen. En wie weet heeft die oude Maas het zien gebeuren vandaag. De geboorte van een vastelovenstraditie. En dat samenspel van die twee joekskapellen gaat er natuurlijk iedere keer beter.